Camille Kuivenhoven, ik kom uit Amsterdam. Ik ben 35 jaar, ik ben een van de oprichters van Vegan Runners Nederland. Ik ben vegan sinds 1997. Ik was daarvoor al een tijdje vegetariër. Maar ik kwam erachter dat het ook aan eieren en zuivel behoorlijk veel dierenleed zit. Als klein jongetje ben ik begonnen met hardlopen. Een keer meegegaan met een vriendje van school. Daar ben ik een aantal jaar mee door blijven gaan. Op een gegeven moment kwam de marathon door mijn straat. Door de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost. En met een huisgenoot besloten we om het jaar daarop de halve marathon te lopen. We hebben een paar keer samen getraind. Mijn huisgenoot is na 3 trainingen afgehaakt en ik ben doorgegaan. Ik vind hardlopen gewoon echt de leukste sport. En verder is het ook behoorlijk praktisch. Je doet een paar loopschoenen aan en je kan op zich overal ter wereld trainen. Hardlopen is wel een individuele sport, maar toch heb je een behoorlijke band met je teamgenoten en nu ook bij Vegan Runners, dat je elkaar aanmoedigt en support. Het kan een voordeel zijn om vegan te zijn als je sport, doordat je vermoedelijk sneller herstelt van je training, doordat plantaardige voeding snel wordt opgenomen door je lichaam. Voor vegans die willen gaan sporten is het belangrijk om voldoende te eten. Begin in ieder geval met 3 maaltijden per dag en het liefst 4 of 5. En het hoeven niet allemaal complete maaltijden te zijn. Het is goed om je voeding over de dag te verdelen. Ik begin de dag vaak met havermout, met sojamelk en wat gedroogde vruchten. Dan als ik op mijn werk aangekomen ben, dan eet ik nog wat fruit of rijstwafels. Rond 12 uur ga ik dan lunchen. Meestal eet ik dan wat ik de avond daarvoor heb gegeten. En dan 's middags eet ik nog eventjes iets korts. Kan ook een stuk fruit zijn of een boterham of iets. En dan ga ik trainen en na trainen dan eet ik mijn avondeten. Dus. Het kan pasta zijn of iets met aardappels of met rijst. In Engeland bestond al Vegan Runners UK. En in Zweden ook al Vegan Runners. En ze speelden al best wel een tijdje door mijn hoofd van we moeten in Nederland ook zo'n leuke groep hebben. Ik ben op een gegeven moment Sjoerd tegengekomen op een Facebookgroep. En we zijn toen even gaan praten van hoe we het beste konden aanpakken. We zijn begonnen met het team maken voor de Vondelparkloop voor 2015. Daar hebben we met z'n 7 aan meegedaan. Met 5 mensen zijn we begonnen met het opzetten van evenementen. Een benefiet etentje. Een estafette team in Nieuwegein. En ook meer evenementen in Amsterdam en de rest van Nederland. Vegan Runners is opgericht ter promotie van veganisme. En om te laten zien van hoe veelzijdig we zijn. Favoriete hardlooproutes in Amsterdam zijn een rondje langs de Amstel. Dus beginnend bij het Amstelstation en dan langs de oostkant naar Oudekerk en de Amstel. En dan terug richting Amstelveen. De Rai en dan weer richting het Amstelstation. Een andere mooie plek om te lopen is het Amsterdamse Bos, waar je natuurlijk ook een mooie heuvel hebt, waardoor je wat gevarieerder parcours krijgt. Maar ook Eiburg met de Neskio-brug is een hele mooie locatie om zonder last van auto's prettig te lopen. Leuke plekken om te eten zijn Dopert, Koffie en de Koek en De Bol, het is een leuk restaurant. En verder heb je nog andere vegetarische restaurants. Het beste restaurant is waarschijnlijk Betty's. Het is wel iets
prijziger, maar ook wel kwaliteitsvoeding. Ja, ik beschouw eten toch vaak als voeding, als energie, net als bij een auto. Maar dat komt misschien een beetje vanuit mijn sportachtergrond. Ja, als je meer plantaardig wil eten, dan zijn er veel Facebookgroepen. Dus de Facebookgroep Vegan Nederland, daar komen heel veel recepten en beginners-issues naar voren. Verder is er een website, gewoonvegan.nl, waarop heel veel producten staan die in de gewone supermarkten verkrijgbaar zijn. Je kan heel makkelijk gewoon bij de reguliere supermarkten boodschappen doen als vegan. Dat is helemaal geen probleem. Dit jaar hebben we met Vegan Runners nog een aantal evenementen op de agenda staan. Allereerst meedoen als team bij de Ekiden in Zwolle. Dat is een marathon met 6 personen lopen. Verder eind van het jaar zullen we nog een estafette doen in Nieuwegein. Maar ook bij de Amsterdam Marathon en andere evenementen zullen we met zo groot mogelijke afvaardiging aan de start staan. Onze volledige kalender die komt op onze website en die staat nu al op Facebook. Na dit jaar willen we ook meer toewerken aan internationale wedstrijden. Wedstrijden samen met onze vrienden uit Engeland, Zweden, Spanje of uit andere landen. Ja, trek je schoenen aan en ga naar buiten en probeer het een keertje. Ga niet meteen plannen maken voor een marathon, maar begin gewoon bij het begin. Dus eerst even een paar minuutjes lopen, even wandelen tussendoor, weer een paar minuutjes lopen. Als je vegan bent en je wil gratis lid worden van Vegan Runners Nederland, dan kan dat door het schrijven van een e-mail naar info@veganrunners.nl.